Er zijn hier kinderen geboren en opgegroeid. Hè, zoals bij de meesten op kampen. En dat die ook een kans krijgen om hier te blijven wonen. Leidse kampbewoners begrijpen niets van het woonwagenbeleid van de gemeente. Mijn man is een geboren Leidenaar. Maar mijn familie, zeg maar, van vroeger, hebben hier ook gewoond. Op het grote kamp, op het kleine kamp. Dus daar zit hele familiegeschiedenis aan. Dus daarvoor wilden we hier blijven wonen. Nou, staan hier nog wat plekken leeg en die staan al een tijdje leeg, hè? Ja, bijna 5 jaar staan ze leeg. Hoe kan dat? Ja, gemeente, hè? We hebben ook al hier van de mensen in de buurt al iedere keer vragen gehad waarom het hier zo uitziet. Het was de planning dat het allemaal snel zou gebeuren. Dat we bezig waren met renovatieplannen voor de woningen zelf. En ook om de plekken weer op te vullen van de mensen. Maar al die tijd niks gehoord. De lokale SP-fractie stelt kritische vragen aan het stadsbestuur over het woonwagenbeleid in Leiden. Ja, op dit moment vallen zij onder de regels van Holland-Rijnland. Eigenlijk hetzelfde als bij sociale huurwoningen. Dus daar moet je je dan inschrijven. En dan na een bepaalde tijd krijg je iets toegewezen. Met die zin dat voor woonwagenbewoners dat geen gelijke positie is. Omdat daar niet echt voor bijgebouwd wordt. Dus die kunnen heel lang wachten. En dan uiteindelijk krijgen ze nog niks. En als je nou geboren bent op een woonwagenkamp, dan wil je waarschijnlijk daar ook blijven wonen. Krijg je dan nog voorrang als kind als je ouders op een bepaalde plek wonen? Nou, daar wordt wel naar gekeken. Dat zou inderdaad ook moeten om inderdaad dat recht om in familieverband bij elkaar te wonen, om dat voor elkaar te krijgen. Holland-Rijnland gaat nu kijken of ze met een puntensysteem dat kunnen regelen. Maar daar heb ik ook vragen over gesteld, hoe dat dan eruit komt te zien. Want woonwagenbewoners zijn wel ongerust, want we hebben 3 locaties in Leiden. Hoe wordt dat gezien? Komen de mensen uit Roomburg bij Roomburg? Of kunnen die ook op een andere plek in de stad komen? En hoe zit het bijvoorbeeld ook met kinderen die destijds het huis verlaten hebben, geen plek hadden of konden vinden en in een huis zijn gaan wonen? Die hebben eigenlijk ook het recht om weer terug te komen in de woonwagen of een van de locaties om deel te nemen aan de woonwagencultuur. Nou, veel vragen van de SP, maar zijn er ook oplossingen? Hoe zou de SP het liefste zien dat dit opgelost wordt door de gemeente? Nou ja, een van de redenen waarom we hier op de Trien Semlerstraat staan is omdat hier al 4,5 jaar 4 standplaatsen leeg staan. En de gemeente die komt gewoon niet de verantwoordelijkheid na om voor deze mensen voor nieuwe plekken te zorgen. Want dat is de oplossing. Ook bij Roomburg is nog een locatie waar extra plaatsen bijgebouwd zouden moeten worden. Maar onlangs hebben we terugkoppeling gehad van het college die daar in Holland-Rijnland het over gehad heeft. En dat klonk alsof er geen plannen waren om in Leiden iets bij te bouwen. En dat kan natuurlijk niet, want de meeste woonwagenbewoners in de regio wonen hier. Dus de plekken moeten er ook hierbij komen. Bewoner Ingrid stapte naar de rechter. Ik liep continu bij de gemeente tegen de muur aan. Op de vraag dat ze een behoefteonderzoek wilden doen, werd er gezegd dat ze dat niet verplicht waren. En op de vraag dat onze kinderen terug konden een woonwagen in, werd er ook gewoon gezegd nee, want ze hebben nu eenmaal gekozen om een huis in te gaan. Maar wat ik denk is dat je alleen een keuze hebt als je een keuze hebt uit 2 verschillende dingen. En die keuze was er niet. Er werden geen standplaatsen bijgebouwd, er werd geen wachtlijst bijgehouden en kinderen worden ouder. Sommigen stichten een gezin, anderen gaan studeren, mijn dochters gaan studeren en dan gaan ze de deur uit. En daarmee zegt de gemeente, je geeft al je rechten op, jammer joh, maar je komt niet meer terug. Maar je hebt de rechtszaak gewonnen. Ja. Wat was de uitspraak? Dat zowel gemeente Leiden als samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland discrimineren op ras. En nu vechten we verder. We willen gewoon eerlijkheid dat ieder woonwagenbewoner, ongeacht of ze nu tijdelijk in een woning zitten of niet, gewoon met een reëel zicht terug kunnen keren naar een woonwagenstandplaats. Dat is hun recht. Ingrid vertrok jaren geleden met haar gezin van het kamp in de Stevenshof. Haar plek staat nog altijd leeg. Dat is heel verdrietig. Heel verdrietig. Ik word er ook heel boos van. Want er zijn genoeg kinderen die hier geboren zijn op dit kamp, die allemaal verdreven zijn een huis in, omdat er voor hun geen standplaatsen werden bijgemaakt. Er werd voor hun geen wachtlijst bijgehouden. En uiteindelijk zijn ze dan verdreven een woonhuis in. Terwijl die hier gewoon 4 plekken leeg staan waar deze kinderen met heel veel plezier willen wonen.